Alle ogen zijn weer gericht op Zandvoort, want na de zomerstop wordt de Formule 1 hervat met de Dutch Grand Prix. In aanloop natuurlijk veel te doen over de toekomst van de Formule 1 in de Nederlandse badplaats. Ook het weer is onderwerp van gesprek. Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Nou ja, hoe is het weer? Hoe is het weer? Het weer is, als ik nu naar buiten kijk, niet jaloersmakend. We nemen dit op vrijdagochtend op en net is de training van de F1 Academy geweest, de vrouwenklasse zeg maar. En er zitten wat plukjes fans op de hoofdtribune, maar nu waait het heel hard en het regent ook nog. Dus dat is geen pretje, maar dat was natuurlijk ook een beetje verwacht. Hè. Vandaag en ook morgen kans op regen en vooral die harde windstoten, die zijn een beetje onderwerp van gesprek. En of die niet te veel invloed gaan hebben op het publiek, maar ook op de auto's en de coureurs. Maar dat zullen we later zien. Maar zondag ziet het er wel goed uit. Droog en wat rustiger weer. Dus dat is voor de fans richting zondag denk ik wel fijn. Maar als die coureurs daar een beetje bezorgd over zijn, hebben ze dan eigenlijk een punt? Nou ja, en bij de F1 Academy werd wel gereden, maar goed, het is nu bijna 11 uur vrijdagochtend en de hardste windstoten tot 80, 90 km per uur werden eigenlijk een beetje tussen nu en de komende 4 uur verwacht. Dus we zullen het zien bij de eerste training. Maar het is natuurlijk meer als je een beetje steady wind hebt, dat is natuurlijk makkelijker te voorspellen dan echt een paar keer van die flinke harde windstoten. En zeker met de auto's van nu, die zijn daar gewoon heel gevoelig voor. Dus daar hebben ze wel een punt voor, dus dat wordt wel interessant om te zien. Maar ik heb tot nu toe weinig signalen gehad in ieder geval. Qua paniek of dat ze dat ervoor verwacht dat er helemaal niet gereden gaat worden of zo. Oké. Ik zat onderweg hierheen naar de radio te luisteren. Toen hoorde ik ook nog een commercial voor publiek om naar Zandvoort te komen. Is die populariteit eigenlijk veel minder dat het ook niet stijf uitverkocht is? Of staat het wel in verhouding met de afgelopen jaren? Nou ja, het is wel een signaal dat je nu inderdaad die commercials waar je het over hebt nog hebt. Hè? En dat je nog kaarten kan kopen via de officiële kanaal. Dat was de voorgaande jaren natuurlijk niet zo. Het is natuurlijk niet alleen een probleem waar Zandvoort mee worstelt. Maar ook andere races. Op Spa was dat voor de zomerstop ook zo. Silverstone, noem maar op. Je kan eigenlijk overal nog kaarten kopen. Het is niet meer zo dat races gelijk heel snel helemaal uitverkocht zijn. De tribunes zullen hier wel goed gevuld zijn. Alleen misschien zijn er nu nog wat kaarten over. Dat komt ook omdat dat het allemaal veel duurder is geworden. Het hele leven is duurder geworden. Maar ook de kaartjes zijn duurder geworden. Nou, daarom is iedereen natuurlijk ook zo bezorgd over die mogelijke btw-verhoging voor 26, of dat doorgaat. Hmm. En het is natuurlijk niet meer de eerste editie, het is de vierde editie. Dus de nieuwigheid is er wat dat betreft natuurlijk ook een beetje vanaf. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Ja, dan is de vraag natuurlijk een beetje van, is het mooi dat Zandvoort mee heeft kunnen liften op de populariteit van Verstappen? Nou, natuurlijk heel veel in het werk gezet om het mogelijk te maken. Daar moet je het op een gegeven moment dan afronden. Of is Zandvoort een blijvertje? En gaan we nog ver de toekomst in? Wat proef je nu eigenlijk ook bij het publiek, bij de coureurs? Wat is een beetje de algemene tendens? Nou, je merkt wel bij coureurs, bij teams en zo, dat dit gewoon best wel een populaire race is. Omdat het een hele andere dynamiek heeft zo'n weekend hier, gezien de locatie, de hele sfeer, dan heel veel andere raceweekenden. En het is gewoon een old school circuit, dus dat is een pre. Maar je kijkt ook naar de economische kant van het verhaal. Ik denk niet dat er deze race nog 10 jaar lang elk jaar op de kalender staat. Maar we moeten natuurlijk ook economisch uit kunnen. Hè. Ze zijn hier, dit is natuurlijk ook de enige race samen met Silverstone waar ze geen overheidssteun hebben, financieel gezien. Dus alles moet vanuit de sponsoren en de ticketverkoop komen eigenlijk. Dus het is natuurlijk een vraag. Het is heel lastig misschien ook voor de beleidsbepalers om die markt in te schatten voor de komende jaren. Dus ik denk ook als ze kaartjes zou gaan verkopen voor volgend jaar, of ze dat even af willen wachten, hoe dat bijvoorbeeld loopt. Ook richting eventuele verlenging na 25. Ja, en wat belangrijk is dat vooral Max Verstappen dan blijft racen, maar die zei deze week dat hij over de helft was. Ja, goed, dat was natuurlijk niet zo'n verrassing. Hij heeft natuurlijk vaker gezegd dat hij er misschien wel mee ophoudt na 28. Hè. Zijn huidige contract loopt tot en met 2028. Je moet ook niet vergeten dat dit alweer zijn 10e seizoen is in de Formule 1. Dus dat hij over de helft is. Hè. Hij gaat dit weekend zijn 200ste race rijden. Dat is logisch, denk ik. En hij heeft natuurlijk ook heel veel interesse in andere klassen. Dus hij zou natuurlijk ook wel een keer in andere klassen willen rijden. En tegenwoordig is dat bijna niet meer te combineren met Formule 1, omdat er zoveel races zijn. Hè. Vroeger kon je misschien, toen er 16, 17 races waren, ook nog eens een keer had je in kunnen stappen bij een 24. Gruve Le Mans of zo. Alleen dat gaat nu niet, omdat je ook wil voorbereiden en je zoveel Formule 1 races hebt. Ja, jij schreef ook in de krant al natuurlijk heel veel het gonsen van de geruchten over een eventuele overstap naar Mercedes. Daar kan dus definitief een streep doorheen. Hè? Even ter bevestiging nog voor de mensen die het niet mee hebben gekregen. Ja, kijk, er kon vanuit Red Bull en Verstappen al een lange streep doorheen. Alleen
probleem tussen haakjes was natuurlijk dat Mercedes het niet opgaf. Hè. Toto Wolff bleef natuurlijk heel vaak nog een beetje in de media ook roepen van dat hij Verstappen nog niet uitstoot voor 2025. Maar nu heeft Mercedes ook al wat te kennen gegeven. Wij zijn er ook al achter dat Verstappen volgend jaar niet voor ons gaat rijden. Dat zal Antonelli worden, hè, de Mercedes junior. Maar ja, Wolff kennende zal voor richting 2026 gewoon weer een poging gaan wagen. En Verstappen heeft natuurlijk wel een contract, maar ook daarin de nodige prestatieclausules. 2026 gaan de reglementen op de schop. Dus richting de toekomst wordt het ook nog wel interessant. Hè? Ook richting 2027, hè? Als je dan het eerste jaar van het nieuwe reglement hebt gehad. Hoe staat iedereen er dan voor? Wordt nog wel interessant. Maar ja, voor nu is, dat boek voor 2025 dan wel gesloten. En begint de grid voor 2025 kunnen we eigenlijk al bijna helemaal invullen. Ja, maar het is wel belangrijk, heeft Verstappen natuurlijk ook vaak aangegeven. Dat het team bij Red Bull bij elkaar blijft. Natuurlijk ook het geheim van het succes van Verstappen. Dat lijkt toch allemaal wat minder zeker. Hè? De sportief directeur Wheatley, Newey dan natuurlijk eerder, die ontwerpers. Zijn toch mensen die het schip hebben verlaten? Ja, het is natuurlijk wel een veegteken dat twee mensen die al sinds 2006 daar werken een paar maanden na elkaar weggaan. Of in ieder geval hun vertrek aankondigen. Nu moet ik er wel eerlijk bij zeggen dat Newey niet meer de grote man achter de schermen is. Dat hij helemaal verantwoordelijk is voor deze auto. Dat schrijft al een paar jaar. Maar goed, het is wel een grote naam die weggaat. Wheatley, Verstappen zei het eigenlijk wel terecht. Kijk, het is denk ik vervelend voor team. Alleen hij heeft ook ambities. Hij wil graag teambaas worden. En dat kan gewoon niet bij Red Bull, hè, want daar zit Christian Horner. En bij Audi kwam die kans wel. Dus hij hield zich daar redelijk op de vlakte. En die rust willen ze natuurlijk een beetje bewaren. Maar Verstappen wil natuurlijk eigenlijk niet dat het daarover gaat in de media. Die wil natuurlijk vooral dat het gaat, hè, dat spreekt hij ook uit, dat die auto beter wordt. Omdat die auto van Red Bull dit jaar eigenlijk een beetje gek. De eerste weken van het seizoen ging het eigenlijk crescendo. En was hij eigenlijk nog meer tevreden over deze auto dan de auto van vorig jaar. Toen hij zoveel races won. En daarnaast de klat er een klein beetje ingekomen. Tenminste, de auto is niet langzamer geworden, maar wel, zoals hij zegt, minder voorspelbaar, minder makkelijk te besturen. En hij zegt, dat zie je eigenlijk aan twee dingen. Je ziet dat wij heel veel moeite hebben om het maximaal eruit te halen. En je ziet het eigenlijk ook aan de prestaties van zijn teamgenoot Perez, die eigenlijk sindsdien veel minder is gaan presteren. Dat zegt Verstappen zelf ook. Dus hij zegt, als de auto weer wat voorspelbaarder wordt, hè, wat makkelijker te besturen, dan denk ik dat Perez er ook weer gaat staan. Dat is natuurlijk al netjes van hem om dat zo te zeggen in de media over zijn teammaat, die natuurlijk flink onder druk staat. En het wordt wel interessant om te zien. Ze gaan vandaag, als ze veel kunnen rijden, veel uitproberen. Zeker met de auto van Verstappen, om te kijken of ze weer een beetje de juiste richting in kunnen slaan. Want ergens, die conclusie kun je natuurlijk wel trekken, is er de afgelopen maanden een beetje de verkeerde afslag genomen bij Red Bull. Ja, McLaren natuurlijk bezig met een opmars. Verstappen afgelopen jaren oppermachtig geweest thuis in de thuiscircuit van Zandvoort. Wat verwacht je voor het komend weekend? Ja, hangt natuurlijk ook een beetje van het weer af. Als ik nu kijk voor de kwalificatie zaterdag. Kwalificatie is hier natuurlijk heel belangrijk. Vorig jaar hadden we een hele spectaculaire race door de regen mede. Nou, zondag, wat we zeiden, blijft het droog normaal gesproken. Dus wordt de kwalificatie heel belangrijk, omdat inhalen lastig is. We zien natuurlijk wel dit jaar dat Verstappen in kwalificaties wel echt vaak nog een stapje erbij kan doen. En als het hier een beetje klopt, als hij de goede balans in de auto heeft, dan zie ik hem echt nog wel op pole position rijden. En dan, ja, dan is alles mogelijk. En het is ook terecht wat je zegt, dat McLaren flinke stappen heeft gezet. Verstappen zegt zelf ook, die zijn eigenlijk de laatste 6-7 wedstrijden hebben zij overwegend de snelste auto. Maar als je dan kijkt naar de resultaten, ja, dan heeft Norris één race gewonnen in Miami en Piastri won in Hongarije en that's it. Ja. En Verstappen is eigenlijk in geslaagd om eigenlijk bijna alleen maar uit te lopen. Dus dat is ook een kwaliteit van hem. Maar het zegt ook wel iets over die anderen. Over de strategische beslissing bij McLaren. Maar ook over de coureurs. Die natuurlijk nog wel wat foutjes hebben gemaakt. En ook over hoe volwassen en kampioenswaardig Verstappen is. En hoeveel ervaring hij heeft opgebouwd. Ook in het rijden voor een titel. Want hij heeft toch wel heel veel punten bij elkaar gesprokkeld de laatste maanden. Ondanks dat hij niet tevreden is over de auto. Nou, jij zit er lekker in. Zandvoort zit er lekker in. Duncan Lawrence gaat het volkslied zingen. Zag ik. Ja, ik wens veel succes. Ja. Heb je nog andere grote verrassingen in petto? Nee, ik zag gisteren Sergio Dest, de PSV'er was er. Die moest iets met Verstappen doen voor ESPN en EA FC heet het volgens mij, de FIFA game. En zondag zullen er weer veel bekende Nederlanders komen. Harry Lafrijzen, de Olympische held van Parijs, was hier gisteren. Die ging nog even een rondje fietsen met Charles Leclerc en die is er zondag ook. Is wel leuk om te zien hoe dat soort mensen ook hier door de marshals en de vrijwilligers worden ontvangen. Hè. Je ziet toch dat hij ook veel heeft losgemaakt. En alles is voor ons in ieder geval wel top geregeld. Dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Dus
We kijken er allemaal weer enorm naar uit. En Jan Lammers zei deze week ook al goed bij ons in de krant, hè, van we kunnen er nu best wel blasé over gaan doen. Ik zeg het even in eigen woorden. Dat dit alweer de vierde keer is en noem maar op. Alleen moet het natuurlijk wel een beetje blijven koesteren. Want het kan na volgend jaar zomaar voorbij zijn. En dit blijft natuurlijk gewoon een uniek en groot evenement in Nederland. Ook de manier hoe het allemaal is opgezet. Dus we moeten er ook maar een beetje proberen van te genieten. Nederlandse racehistorie zie ik natuurlijk ook achter jou op die beeltenissen. Erik, heel veel succes en we spreken elkaar weer. Graag gedaan.